Goedemorgen allemaal. Welkom bij de tweede webinar over deze e-mailmarketing tool. Als jullie vragen hebben, kun je de Q&A gebruiken. Die ga ik dan na de tijd behandelen. Je mag vragen in de chat stellen. Dan ga ik ook de vragen beantwoorden daarna. Ik ga mijn scherm delen. Als het goed zien jullie nu mijn scherm. Ik ga het voor de zekerheid even checken. Ja, dus in mijn scherm. Waar ik even mee wil beginnen is de WordPress plugin. De WordPress kun je gewoon downloaden. Ik heb hier een aantal gebruikers aan gemaakt, zoals je hier ziet. Vervolgens kun je een nieuwe plugin installeren. En als je deze plugin zoekt, dan heet die ZendInBlue. Dat is de leverancier van deze tool die wij aanbieden bij XXL. Je ziet hier de newsletter, SMTP, e-mail marketing en subscribe forms bij ZendInBlue. Die kun je dan installeren. En vervolgens ook activeren. Ik zal daarnaast even inloggen in ons systeem. Volgens als je het plugin hebt geïnstalleerd, dan zie je hier de knop ZendInBlue heb je erbij. Ik ga ondertussen een andere scherm eventjes de tool zelf erbij pakken. Nou, zoals je ziet kun je twee stappen doen of je moet een account maken. Nou, als je al dat kan hoeven, moet je niet bij ZendInBlue zelf doen, maar dat moet je bij ons doen. En stap 2 is activeren met je API key. Nou, die API key die pak ik er nu even bij. Die kan je vinden vervolgens in het dashboard. Dit is de API key, die heb ik inmiddels gevonden. Die vul ik in en ik druk op login. Dan staat hier successfully activate your account. Ik ga het even laden. En zoals je hier ziet, kun je zien dat ik nu verbonden ben met mijn account. Die heeft al zijn e-mailadres e-mailmarketing@druventest.nl. Ik heb nog 300 credits over voor de e-mail. En je ziet dat ik op dit moment 0 contacten heb. Wat ik kan doen is, ik heb net laten zien in mijn WordPress dat ik 4 accounts, users heb. Die kan ik synchroniseren naar de tool toe. Dat doe je door op het knopje Sync My Users te klikken. En je kan dus kiezen welke soort type rollen je wil synken naar de tool toe. En je in welke contactlijst. Nou, ik heb dit maar 1 lijst, ik ga zo meteen daar meer over vertellen. En ook kun je de attributen matchen. Dus de first name in WordPress is in ZendInBlue ook de first name. De last name is in ZendInBlue ook de last name natuurlijk. En op dit moment heb ik niet meer gegevens van deze gebruikers. Dus ik ga hem zo op deze manier ga ik hem doorschieten. Als ik vervolgens op apply klik, dan worden de contacten gesynchroniseerd naar mijn tool toe. Wat ook wel handig is om te weten, is dat je de marketing automation hier kan activeren. Dat kan je hier in OBS. Op het moment dat jouw... we moeten mensen activeren in de tool. Op het moment dat je deze activeert, dan worden de dingen die er gebeuren op je website worden ook getracked. Dus de contacten die jij hebt, die gaat hij na van hey, welke pagina's bezoeken ze, wat doen ze precies op de website. En je kan ook de mail, die allemaal via jouw website of webshop worden verstuurd, kun je allemaal door onze tool laten versturen. Als je op yes klikt, dan kun je vervolgens de gegevens kiezen die je hier zometeen instelt in de tool. En dan kun je alle e-mail versturen via deze tool. Vervolgens kun je ook alle campagnes die je hebt verstuurd
kun je hier bekijken. Nou, je ziet, we hebben nog geen nieuwsbrief of campagnes gemaakt. Ook via deze tool kun je dus campagnes et cetera maken. Hier kun je alle contacten vinden met lijsten en folders. Nou, daar ga ik zo meteen in de tool zelf even verder op in. En ook alle statistieken kun je in de WordPress tool, WordPress plugin gaan bekijken. Dus je hoeft niet per se altijd in de tool te zitten bij ons, maar je kan het ook heel makkelijk en simpel via de WordPress kun je het zelf bedienen. Nou, als we dan even gaan kijken naar de tool zelf, dat is deze. Ik weet niet of sommigen van jullie al de tool hebben gebruikt of al gebruiken. Alleen ik ga in deze webinar wat meer uitleggen over deze tool, hoe het werkt, wat je allemaal kan doen. Nou, je begint altijd op je dashboard. Zoals je ziet, ik zal maar jullie refreshen, want ik heb dit met nu meer contacten. Ik heb nog geen campagnes, ik heb nog helemaal niks in tool gedaan. Dit is precies de tool zoals jullie hem ook krijgen als jullie hem voor het eerst aanvragen. Nou, wat ga ik even doen? Ik ga eerst naar de contacten toe, want als het goed is, heb je al een soort van lijst met contacten. Heb je die niet, dan ga ik ze om te uitleggen. In mijn vorige webinar kon je kijken, kon je zien hoe je je abonnees kunt verzamelen en wat je daarmee kunt doen. Nou, ik heb hier, op dit moment heb ik hier 5 contacten staan. Dat zijn de contacten vanuit mijn WordPress. En dat heb ik ze net gesynchroniseerd. Deze contacten, die kun je allemaal segmenteren en in een bepaalde lijst stoppen. Nou, ik heb bijvoorbeeld deze lijst van de WordPress, die wil ik bijvoorbeeld dat alleen gebruikers van mijn WordPress, dat daarin komt. Wat ik doe, your first list, die ga ik even veranderen naar website contacten. Klaar. En deze foldernaam ga ik veranderen naar website bijvoorbeeld. Ik heb ook een lijst, een Excel-lijst, met allemaal contacten die ik graag toe wil voegen. Alleen die wil ik eigenlijk in een andere lijst hebben, zodat ik eventueel naar die contacten apart een mail kan versturen. Dus ik ga een nieuwe lijst maken. En in die lijst noem ik nu even Excel-contacten. Kan je noemen wat je wil. Alleen ik noem het voor nu om het makkelijk te maken. Even Excel-contacten, dus dan weet ik, oké, dat zijn de contacten die ik net heb geïmporteerd uit mijn Excel. Dus ik heb nu 2 lijsten, website-contacten en Excel-contacten. Vervolgens kan ik rechtsbovenin klikken op Import Contacts. Vervolgens kan ik bijvoorbeeld kiezen om een file te uploaden, CSV of een tekstfile. Of ik kan bijvoorbeeld rechtstreeks kopiëren en plakken vanuit mijn Excel-file. Nou, ik kies nu op dit moment voor de tweede, omdat het bij mij dit het geval is. Nou, zoals je ziet heb ik hier een lijst gemaakt. Dit zijn een paar contacten, 9 contacten met de voornaam, achternaam, het e-mailadres, de woonplaats, de provincie waar ze wonen en het geslacht. Deze kan ik allemaal kopiëren en die plak ik hier vervolgens in. Vervolgens kan ik klikken op check the data. Nou, dan zie je dus dat hij alles netjes in kolommen zet met voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, provincie en geslacht. Als het allemaal goed is en allemaal goed eruit ziet, kun je klikken op confirm your data. En vervolgens wat je moet doen is de data die je hebt toevoegen aan het contactattribuut in de tool. Dus als voornaam is hier in de tool first name. Achternaam is natuurlijk de last name. Het e-mailadres is e-mail. En dat is logisch natuurlijk. De woonplaats, die bestaat niet. Het enige contactattribuut die ik heb is e-mail, last name, first name, sms en dubbel opt-in. Nou, dan maak ik een nieuwe attribuut aan. Een nieuw attribuut. Dat is, kun je kiezen uit een tekst. Een nummer, een datum, een boolean, dat is yes of no, en een categorie. Voor nu is het tekst en dat noem ik dan de woonplaats. Provincie kent u natuurlijk ook niet, dus die ga ik ook maken. Create. En het geslacht kent u ook niet, dus die ga ik ook maken. Ook create. Nou, je ziet dus nu dat alle data die ik heb wordt toegevoegd aan een contactattribuut. Nou, hij zegt dat alle 6 kolommen worden geïmporteerd en er worden geen kolommen genegeerd. Vervolgens zeg ik op confirm mapping en ik wil ze in de welke lijst wil ik ze hebben, kun je allemaal kiezen. Ik kies nu voor Excel contacten, die heb ik net ook aangemaakt. En vervolgens zeg ik confirm your list. Nou, dan gaat hij nog wat dingen vragen. Als hij zegt hier update the attributes of the existing contacts, dus stel dat het contact bestaat al,
moet hij de contactattributen extra toevoegen, dus updaten. En je moet accepteren dat je geen lijst hebt gekocht, dat deze niet geleend zijn van andere partijen, maar dat je echt zelf deze contacten hebt gekregen en dat deze contacten ook toestemming hebben gegeven dat ze jou een mailtje mogen sturen. Of dat jij een mailtje mag sturen. Als je daarmee akkoord gaat, druk je op Confirm Your Import. Nou, en zoals je ziet is hij even bezig. So please wait, we will proceed with your import in a few seconds. Je ziet hier ook bij notifications rechtsboven kun je zien dat hij op dit moment nog bezig is. Ik zal even kijken of hij inmiddels al klaar is. Ja, hij is klaar. Nou, zoals je nu ziet deze contacten zijn nu toegevoegd. Je hebt de first name en de last name, woonplekken, provincie en geslacht, wanneer ze toegevoegd zijn. Je kan natuurlijk ook, als je wil, handmatig een contact toevoegen. Dat doe je door rechtsbovenin op add a contact te doen. Vervolgens doe je als e-mailadres, vul je bijvoorbeeld in info@test.nl. Last name is Test, first name is Ruben, dat is mijn naam. Telefoonnummer, wij ondersteunen geen sms, dus dat hoef je niet in te vullen. Dubbel opin heeft hij gegeven, ja of nee, dat moet je aangeven. Voor dit is het op dit moment no. Woonplaats is eigenlijk Vraneker, maar ik doe het om het even leuk te maken, doe ik in Groningen. Provincie is Groningen en het geslacht is man. Vervolgens kun je kiezen in welke lijst je hem wil hebben. Je kan hem ook in meerdere lijsten neerzetten. Save and close. En nu is het contact toegevoegd, zoals je hier ziet. Deze contacten, ik heb uitgelegd, je kan dat je meerdere folders en lijsten maken. Dus stel je hebt een webshop en je hebt bijvoorbeeld herenmode en mannenmode. Kun je bijvoorbeeld twee lijsten maken met herenmode en mannenmode. En in bijvoorbeeld de herenmode kun je vervolgens lijsten maken met bijvoorbeeld schoenen, kleding, accessoires. En dat je dan degene die interesse hebben in die speciale categorieën, dat je de contacten daarin zet, zodat je makkelijker met campagnes naar die lijst de mail kan sturen. Wat volgens makkelijk is om te doen, is je kan ook segmenteren. Segmenteren wil zeggen dat je filtert op bepaalde contactattributen. Dus stel, ik wil filteren op woonplek en dan alleen Leeuwarden. En daar wil ik een speciale filter van maken. Klik ik hier op Advanced Search and Segmentations. Vervolgens kan ik alle contactattributen hier kiezen. Je kan ook kiezen op alle mensen die de mail hebben aangeklikt. Alle mensen waar de mail is afgeleverd. Alle e-mail die gebounced is. Dus mensen waarvan waarschijnlijk het e-mailadres niet bestaat. Zo kan je het allemaal filteren. Nou, voor nu wil ik eigenlijk filteren op woonplek. En ik wil eigenlijk alle mensen in Leeuwarden. Dus dan doe ik woonplaats is identical to Leeuwarden. Vervolgens kan je op search klikken. Nou, dan kun je zien dat er 4 contacten zijn. Je kan dit filter kun je saven. En die kun je bijvoorbeeld noemen Leeuwarden. Dan kan ik later, als ik een nieuwsbriefcampagne ga verzenden of een andere campagne ga verzenden, kan ik heel simpel zeggen dat ik dit filter toe wil passen. Dat zal ik zo meteen laten zien. Dan zeg je, ik wil juist alle mensen uit Leeuwarden hebben. Ik kan bijvoorbeeld ook filteren op bijvoorbeeld alle mensen uit Friesland. Search. Dat zijn er 6. Dus ook hier kan ik zeggen, save filter. Dit is het filter Friesland. Dus je kan op 2 manieren kun je eigenlijk segmenteren. Dat kan je door middel doen van folders en lijsten. En in die lijsten maak je dan de contacten die daarbij moeten. Maar je kan ook filters toepassen. Dus stel als jij bijvoorbeeld gaat kijken naar reorder attributes. Dan kun je dus alle dingen vooraan zetten, achteraan zetten om het voor jezelf makkelijker te maken. Ik ga even settings kijken. Op bezetting kun je ook alle contactattributen nog een keer bekijken. En je kan ook zeggen, ik wil een ander contactattribuut toevoegen. Dus voor mensen met een webshop is het bijvoorbeeld makkelijk om, schoenen gekocht.
kan je website dan ook instellen. Dus op het moment dat, dat is voor de volgende webinar, dat je het allemaal automatiseert. Dan maak ik een boolean van, boolean, dus yes of no. Schoenen gekocht, ja of nee. Dan kan ik dus ook filteren op mensen die schoenen hebben gekocht. Als ik dan bijvoorbeeld weer terug ga naar mijn contacten en een contact aanpast, die Ruben test die ik net heb toegewezen, ik moet het filter weer even weghalen. Dus de Ruben test die ik net heb aangemaakt, zie je nu dat er dus een extra attribuut is toegekomen, toegevoegd, dat de schoenen gekocht, yes of no. Nou, doe ik even yes. Ook dan kun je bijvoorbeeld weer kiezen van segmentation en is het schoenen gekocht, is identical to yes, ik doe search en dan zie je dat het maar één is, want er is maar één die schoenen heeft gekocht. Dus ook op dit moment, dit is wat belangrijk is als je dit doet, is dat je dus de interesses kan bepalen en kan toevoegen van jouw klant, zodat je een campagne kan sturen die echt specifiek gericht is naar hun toe. Nou, dat is het korte stukje over contacten. Daarnaast hebben we in onze tool ook standaard formulieren. Je hebt een subscription form en een subscription form. Met een subscription form, dat wil zeggen dat je dus een formulier maakt die je kan inladen op je website. Dat mensen zich kunnen aanmelden voor jouw nieuwsbrief. Je kan dit ook bijvoorbeeld toevoegen aan je nieuwsbrief onderin of aan je bestellingbevestiging onderin. Deze kun je helemaal zelf samenstellen. Dus bijvoorbeeld XXL nieuwsbrief. Nou, dit stukje wil ik weg hebben. Kun je hier nog een leuk stukje tekst toevoegen. En dit is natuurlijk heel belangrijk, want dit is waar het om gaat, is het e-mailadres. Je kan ook de knop kun je veranderen in plaats van subscribe in het Nederlands aanmelden bijvoorbeeld. Je kan de kleuren kun je veranderen hier. Hè, de titel wil ik bijvoorbeeld rood hebben. De tekst mag zwart. Even kijken. De button tekst mag bijvoorbeeld ook rood. De button zelf mag blauw. Om het maar even spannend te maken allemaal. Maar ik wil je mee laten zien dat het dus daadwerkelijk wel kan. Je kan ook een extra veld toevoegen. Een stukje tekst kan je nog toevoegen. Ja, je kan eigenlijk alles doen. Hè? Dus je zegt ik wil eigenlijk de first name wil ik ook weten. Kan je die ook toevoegen. Die is verplicht. Deze wil ik eigenlijk hierboven hebben. Dus ik heb voornaam. En het mailadres nu nodig, hè, dat is ook voor die personalisatie van die mails. Dat is heel belangrijk, dat je natuurlijk de voornaam weet en dat je die ook daadwerkelijk vraagt. Nou, heb je hem bijvoorbeeld af, kun je zeggen ik wil met een dubbel opt-in hebben of met alleen een simple confirmation. Je kan hier alle succesmessages instellen, dus op het moment dat iemand zich aangemeld krijgt, ze dit te zien. Kun je domeinnaam nog toevoegen en ik wil ze eigenlijk in de website contacten hebben. Op het moment dat je deze dan hebt gemaakt. Nou, form names empty. Nou, vullen we die nog even in. See select template. Doe ik die even uit. Want die heb ik nog niet gemaakt. Save. De form is being saved. Nou, als je die volgens je hem hebt gemaakt. Kun je deze. Hier kan nog wat mee doen. En dat is ook voor completing de form. En deze kan je volgens via de zender, die kan ook inladen in je WordPress wel makkelijk, maar je kan ook de link, hè, dit is de link voor het formulier, deze zocht ik, dus hij is net Frans, is een update geweest. En je kan hem ook als een iframe inladen op je website. Dit is de HTML code, daar kan je hem ook mee inladen op je website. En je kan hem ook gewoon simpel als linkje in je mail zetten. Je bevestigingen bijvoorbeeld van de order die is geplaatst. Dan ga ik weer naar het stukje nieuwsbrief. Maar voordat ik erheen ga, ben ik wel even benieuwd of er mensen misschien nog vragen hebben over het stukje over contacten. En of daar misschien of je nog dingen wil zien die ik moet laten zien voor het contactgedeelte. En als je vragen hebt, graag. Wacht ik daar even op. Krijg van Rianne krijg ik een vraag. En ze vraagt aan mij, kan je ook een WordPress-vorm koppelen aan de database? En database bedoel je dan denk ik de contacten in de tool, hè?
Dat je zeg maar een WordPress-formulier hebt met dat die ingevuld wordt. In principe ja, via de API. We hebben een API daar kun je eigenlijk in principe alles mee doen. Dan kun je ook contacten toevoegen. Wat we vaak ook zien bij WordPress is, je hebt bijvoorbeeld WP Forms. Wordt dus een veel gebruikte WordPress-formuliersysteem en Ninja Forms. En die WordPress, WP Forms en Ninja Forms bijvoorbeeld hebben een extra extensie voor Sendinblue, de tool. En met die extensie kun je dus instellen op het moment dat er een formulier ingevuld wordt op je website, dat die automatisch in het systeem komt te staan. Maar je kan natuurlijk ook een van deze formulieren gebruiken. Maar je kan ook inderdaad via de API kan je dingen doorschieten. Maar je kan ook, zoals ik al zei, via WP Forms of Ninja Forms, allemaal andere, dat soort plugins, kun je een extra Sendinblue koppeling maken. En dat dat ook dan hier naartoe wordt gesynchroniseerd. Dat kan. Dan ga ik verder naar het stukje nieuwsbrieven maken. En dat is wat natuurlijk belangrijk is. Dus op het moment dat jij, daarom begin ik met de contacten. De contacten verzamelen en vervolgens die segmenteren en dingen daarmee doen, is heel belangrijk om nieuwsbrieven en campagnes te kunnen versturen. Dus ik ga beginnen met mijn eerste campagne. Mijn eerste nieuwsbrief. En de campaign name, dit is iets wat je zelf ziet. Dus dit is niet voor de klant, dit is de klant niet. Dus om het zelf makkelijk te maken, staat er ook als voorbeeld, bijvoorbeeld Sale Oktober, dus korting nieuwsbrief oktober, doe ik voor nu korting mei. Subject line, kan ik bijvoorbeeld zeggen van geniet van het mooie weer met deze kortingen. Dit is dus een subject line waar je kan kiezen voor dat je echt de triggert om mensen aan te kunnen kopen. Hè? Dus kortingen aan te bieden. Dus mensen zien direct, oké, dit gaat waarschijnlijk over dingen waarin ik het mooi weer kan gaan genieten met kortingen. Het from e-mailadres, dan moet eerst een sender maken. Nou, dat staat er ook maar bij. Dat staat dat allemaal stapsgewijs. En een afzender, die ga ik hier maken. Fijn. Even kijken hoor. Create a sender. Sender name is bijvoorbeeld de action. En om het even als voorbeeld te noemen, je kan natuurlijk van alles van maken. Mijn eigen bedrijf ook. Mijn eigen bedrijf heeft bijvoorbeeld Ruben Hiemstra. Je kan ook XO hosting, wat je ook maar wil. Maar zorg ervoor dat het herkenbaar is voor de klant waarin je dit mailtje stuurt. Dus als ik XO hosting doe en het afzenderadres is xo@rubentest.nl, want ik heb Ruben Test als domeinnaam toegevoegd, dus je moet wel van je eigen domeinnaam. Druk ik op nog een IP selecteren, die krijg ik gewoon van ons. Add. Nu heb ik een zender toegevoegd. Je kan ook meerdere senders, wat ik in een vorige webinar ook zei, is dat je bijvoorbeeld ook nog kan zeggen van sender names is bijvoorbeeld, om het nog persoonlijk te maken, wat mensen ook meer waarderen, is dat je niet XO hosting doet, maar dat je zegt Ruben, ik mag me niet even veranderen, nog dat ik nog een send toevoeg en dan zeg ik bijvoorbeeld Ruben van XO hosting. Van mail is dan ruben@xohosting.nl. En om het nog persoonlijker te maken voor jouw klant. En voor nu XO hosting is natuurlijk Ruben Test, want die heb ik niet, die heb ik toegevoegd, die domeinnaam. Nou, je ziet, heb ik nu twee afzenders. Als nou eventjes weer mijn campagne refresh. Dus dat was kortingen mei. Geniet van het mooie weer met deze kortingen. En het van e-mailadres gebruik ik dan nu weer Ruben van XL Hosting. Van naam is dan ook Ruben van XL Hosting. Je hebt nog wat geavanceerde opties. Ga ik niet te veel op in, dat kan je zelf ontdekken. Is voor de geavanceerde gebruiker. Je kan standaard, je kan ook nog een apart reply to e-mailadres invullen. Je kan Google Analytics kun je toevoegen. Een header en een footer kun je default toevoegen. Een afmeldpagina, een specifieke afmeldpagina. Meerdere afmeldpagina's maken. Tekst toevoegen, attachments toevoegen. Noem het allemaal maar op. Dus dat is allemaal extra geavanceerde features die je kan doen.
Wat ook wel leuk is om te weten, is het AB-testen. AB-testen is iets wat we tegenwoordig ook veel meer zien. En met onze tool kan je heel gemakkelijk AB-testen. Wat wil zeggen is dus dat je op na je contact, stel je hebt 500 contacten, dat je naar 250 contacten mail A stuurt en naar de andere 250 contacten mail B stuurt. En zo kun je zien welke mail het beste aanslaat bij jouw contacten. Dus zo kun je ook jezelf leren om te kijken van, hey, op wat voor manier moet ik mijn marketingstrategie toepassen, wat voor mijn contacten werkt. Je kan AB testen op twee verschillende manieren. Dat kan op de manier van de subject lines, dus de onderwerpen. Maar dat kan ook op de content van de e-mails. Dus als ik dus op subject lines doe, dan bijvoorbeeld geniet van het mooie weer met kortingen. Kan je ook bijvoorbeeld kiezen voor hoge kortingen op tuinmeubelen. Bijvoorbeeld. En dus dan kun je eigenlijk, de campagne wordt dan op twee manieren verstuurd. De content blijft hetzelfde. Alleen het onderwerp van mail A is geniet van mooi weer met deze kortingen. En het onderwerp van mail B is hoge kortingen op tuinmeubelen. Zo kun je zien wat voor jou contact het beste werkt. Als mail B bijvoorbeeld veel meer conversie heeft en veel meer openingen heeft dan mail A, dan weet je gewoon, oké, mail B heeft beter gewerkt, dus die mail moet ik wat korter houden. Dus hoog kort op tuinmeubelen klinkt natuurlijk anders geniet van mooi weer met deze kortingen. Hè? Dus dan geef je ook al aan hoge kortingen op tuinmeubelen. En mail A is wat generiek van, hey, het is kortingen en voor het mooi weer, dat kan ook een zwembad zijn. Dat kan ook een parasol zijn, dat kan van alles zijn. En nu zeg je echt, dit gaat over tuinmeubelen. Dus dan kan je voor jou zien, hey, wat werkt het beste. Ik zet daarbij even uit voor nu. Volgende stap. Het design. Nou, normaal gesproken heb je al een template toegevoegd. Tenminste, dat doe ik zelf wel altijd. We hebben voor Excel bijvoorbeeld een nieuwsbrief template. En die template gebruik ik elke maand voor onze nieuwsbrief gewoon opnieuw. En dat is de footer is helemaal goed. De header is helemaal goed. Dat is allemaal goed ingesteld. Alleen voor nu hebben we dat nog niet, jullie waarschijnlijk ook niet, als jullie beginnen met deze tool. Dus ik ga gewoon een nieuw design maken met de drag-and-drop editor. Nou, deze drag-and-drop editor is enorm simpel. Is ook simpel om te maken. Hij laat al een soort van standaard design laat hij in. En zoals je ziet, als ik met de mouse heen ga, bestaat hij uit blokjes. Dezezelfde blokjes die kun je hier ook links weer vinden. En in principe geeft hij al aan dat dit een soort standaard design is. Nou, als ik dan op het eerste blokje klik, dat is het logo. Dan kan ik de background color kan ik bijvoorbeeld veranderen. Dus ik kan ook bijvoorbeeld zeggen, hey, hier wil ik een andere kleur hebben. Nou, de kleurcode van XXL, die hou ik even voor nu als voorbeeld aan, is dit. FA64. En vervolgens kun je ook nog de border radius aanpassen. En de border radius is de afhoekingen van het vierkant. Dus als ik die helemaal 99 of 20 zet, dan zul je zien dat hij dus nu hoekjes heeft met een mooie ronding. En die zijn strak hoeken. En dat kan je dus instellen. De spacing, die kun je ook invullen. Zeg, dat is de hoe ver die naar beneden et cetera moet. Dus nu zie je dat dit logo steeds dichterbij komt. Dan zie je de ruimte tussen het logo en de bovenkant. Als ik dan op het logo zelf klik, dan zie je hier dat ik een image gallery heb. Dus een afbeeldinggalerij. En dan kan ik een afbeelding toevoegen. Nou, als ik dan eventjes naar XXL ga. En ik ga eventjes naar de media toe. En ik pak even een logotje. Even een witte. Deze. Open. Nou, dan gaat hij hem uploaden. En vervolgens kan ik deze afbeelding gewoon hier toeslepen. En zoals je ziet is de afbeelding ingeladen. Nou, hij is natuurlijk veel te groot. Dus die kan ik natuurlijk gewoon aanpassen door op edit te klikken. Dit is een ingebouwde, ja, eigenlijk fotobewerkingsprogramma. Je kan ook black and white maken. Je kan hem van alles, je kan hier van alles mee doen. Je kan een bepaalde filter toepassen. Designen. Je kan hem ook kleiner maken. Dat is wat ik op dit moment wilde bereiken. Ja, op dit moment is de resolutie 2800. Nou ja, dat kan veel kleiner. Ik zet hem even op lock, want anders dan blijft hij niet in dezelfde verhouding. Dus wat ik dan nu doe is lock. En als ik dan deze kleiner maak,
dan blijft deze ook kleiner. Nou, als ik hem dan nu op save klik, dan wordt die kleiner gemaakt. Zoals je ziet, deze heeft een resolutie van 2880, 1209, deze heeft 280, 121. Dus als ik dan deze afbeelding weer weg wil hebben, kan ik gewoon op het prullenbakje klikken. Nee, dat doen we niet, dan gaat het element weg. Als je het blok of vijver, kan je op het prullenbakje klikken. Maar je kan ook gewoon een nieuwe afbeelding selecteren door deze te installeren. Nou, zoals je ziet, is hij een stuk kleiner geworden. En dat is wat ik ook wilde bereiken. Dit knop is om te moven. Dus dan kan je hem boven of onder de titel zetten. Je kan hem wat meer naar beneden zetten. Dus eigenlijk gewoon, een soort van Lego, zeg maar. Klikken en slepen met blokken. Je kan hem ook dupliceren. Zodat je dus hem kopieert en ergens anders nog een keer neerzet. En vervolgens kun je hem ook nog weer aanpassen. Ik kom zo meteen even op de conditional display ook trouwens. Dat is wel een interessant onderwerp. Je kan ook een navigatie toevoegen. En die navigatie wil zeggen dat je dus het menu van je website er ook in zet. Dus stel je doet webhosting, hè, dat is het aanbieden. En je doet domeinnamen. We gaan zo meteen de kleur nog even veranderen. En je doet e-mail marketing. Dat zijn dus een paar tools die we aanbieden. Wel goed schrijven. De linkcolor gaan we natuurlijk op wit zetten. Want ja, anders is het natuurlijk niet leesbaar. En in het rood is wit eigenlijk een van de beste kleuren om toch hem toe te voegen. Als ik op hier klik, kan ik hier de link toevoegen. Nou, dat is uit mijn hoofd, weet ik toevallig. Xhosting.nl / webhosting. Je kan nog een andere font kun je kiezen. Tot verdana. Dan zie je dus dat het uiterlijk dat het verandert. En we kijken. Sorry, moet de link worden. Nee, link kan je dan toevoegen. Je kan ook meerdere links toevoegen als je wilt. Maar voor nu hou ik het op 3. Maar zo kun je ook dus een menu toevoegen eigenlijk. Hè, heel makkelijk zeggen we Xhosting, webhosting, domeinnaam, e-mail marketing. En als je dan dit een link maakt, kunnen mensen in jouw mail klikken op domeinnaam. En dan gaan ze direct naar de pagina toe van jouw aanbod. Dus je kan bijvoorbeeld daar ook toevoegen webdesign. Je kan er ook toevoegen tuinmeubelen, parasols, noem het ook. Het zit wel lekker in het mooie weer trouwens, dat moet ik wel zeggen. Als je dit dan hebt gedaan, kun je vervolgens een titel maken. Nou, een titel die hadden we eigenlijk net ook al bedacht. Hè? Dat was het onderwerp, je mag er ook wat anders neerzetten, is geniet van het mooie weer. Met deze kortingen. Dus eigenlijk, hè, dat is een beetje de last van, wij zeggen niks hosting, dat gebruik ik als voorbeeld. Alleen in de content van de mail wordt tuinmeubelen. Dat is wel zo makkelijk om dat aan te houden. Dus ik heb hier een titel gemaakt met geniet van mooi weer met deze korting. Ook deze kan ik natuurlijk vetgedrukt maken, niet vetgedrukt maken. Ik kan hem groen, blauw, geel, paars, alles, elke kleur kan ik hem maken. Ik kan een linker aan toevoegen. Noem het maar op. Wat je vervolgens kan doen is hier een afbeelding weer toevoegen. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk, want ja, je wil hier eigenlijk laten zien wat jouw hoogste aanbieding is. Dus ik ga even een afbeelding erbij zoeken van een tuinmeubel. Want dat is nu op dit moment in aanbieding. Hè. Dat hadden we in het onderwerp hadden we dat genoemd. Als Google meewerkt. Yes. Nou, ik pak even zomaar een afbeelding. Het is niet de mooiste afbeelding, zie ik al. Maar goed, dat is voor nu niet zo spannend. Ja, als het goed is, zometeen als jij een nieuwsbrief gaat maken, natuurlijk wel goede afbeeldingen van goede kwaliteit. Ook hier, ik kan weer op Add Image klikken, maar ik kan ook, ik heb een afbeelding gedownload, die kan ik ook hier heen slepen en dan wordt die ook geüpload. Nou, daar is hij. Mooi tuinsetje. Hartstikke mooi. Die kan ik in het centrum inzetten. Dit is een kleine afbeelding. Hè? Dus normaal is je wel schermvullend. Alleen dat is voor nu is dat wat lastiger. Voor deze, dit blok, kan je ook allemaal instellen. Dus je kan ook hier weer de space toevoegen. Je moet die minder meer rechts, minder meer links. Ook deze kun je weer afronden naar de hoekjes. Je kan de backgroundkleur kun je aanpassen. Dus stel, je wilt deze weer groen hebben, de achtergrondkleur. Dan kan dat ook. Ik wil eigenlijk de titel weer weg hebben. Waarom? Omdat die eigenlijk bovenin al een titel staat. Dus waarom zou ik nog een titel toevoegen? Button. Mag wel, hoeft niet. Kijk, kan je ook allemaal aan en uitzetten.
En wat belangrijk is, wat je begint met beste of gooi, of wat jouw vakterm ook maar is, of wat je vakterm niet. Ik bedoel, hoe jij met je klant omgaat. Wij zijn, ik zelf vrij persoonlijk, dus ik kan wel hoi zeggen. En vervolgens kan ik op personaliseer klikken. En personaliseer is heel belangrijk. Hier kun je alle contactattributen vinden die jij weet van jouw contact. Dus wat automatisch van de contact in. Dus bijvoorbeeld hoi, first name. Als je een mail stuurt, komt hier hoi Ruben, of hoi Marloes, of hoi Sander. Alles komt hier gewoon te staan wat jij wil. Dus je kan ook vol teksten maken met woonplaatsen erin, provincie erin, geslacht erin, noem het maar op. Je kan de personalisatiestukje is heel belangrijk binnen e-mail marketing. Nou, als ik voor het begin met hoi Ruben. We hebben een paar leuke aanbiedingen voor je. Maak niet al plan, want ja, teksten, et cetera, moet je zelf natuurlijk invullen. En als ik dan op de knop klik, ga ik de tekst veranderen van een knop naar pakken deze korting. En als link van, het is natuurlijk belangrijk dat je elke afbeelding en elke knop een link geeft. Dus als link doe ik nu xos.nl, deze bestaat helemaal niet, maar ik vul me even in, / korting. De kleur van de knop die wordt hetzelfde als mijn header. Dat vind ik zelf wel mooi. Dat is FA6464. Oh. Zo. En eigenlijk wil ik hem in het midden hebben, de knop. En hij mag wel wat groter. En de tekst mag ook wel wat groter. En ik wil hem eigenlijk helemaal afgerond hebben. En dat zijn allemaal instellingen die je kan doen. Ik kan nog een borden toevoegen, dus een randje op de knop, om hem wat misschien wat meer uit te lichten. Stel je doet er een gele rand omheen, is niet heel mooi, maar hij valt wel op. Vervolgens heb ik dus nu een intro gemaakt. Je hebt een titel, afbeelding. En afbeelding moet je eigenlijk maken van een hele mooie kletsende advertentie, wat je op je folders en dat soort dingen. Dus een timer met -20%, dat soort dingen, die moet je eigenlijk gewoon maken en die moet je hierin zetten. En vervolgens ga je de rest van je brief maken. Dus je gaat beginnen met je kortingen. Hier kun je ook nog wat kortingen inladen. En wat het leuke is, dat laat ik even zien, is de opmaak van een blok, die kan je nu, die weet je nu. En je kan een titel aan en uitzetten, je kan een image aan en uitzetten, je kan ook onder de tekst zetten, ook boven de tekst. De knoppen kun je aan en uitzetten. Maar wat wel leuk is om te weten, is de conditional display. En de conditional display is eigenlijk blokken die je toevoegt op contactattributen. Dus stel, ik voeg nog even zo'n ding toe, zo'n blok die hierboven ook staat. Maar ik wil eigenlijk dat mensen alleen uit de provincie Leeuwarden dit blok zien. En de mensen uit de provincie Groningen dit blok zien. Dus wat doe je dan? Je klikt het blok aan. Je vinkt aan conditional display. En vervolgens staat er display the block if... Nou, natuurlijk het contactattribuut, provincie, gelijk is aan Friesland. Oh, moet ik wel goed schrijven. Friesland. Je kan ook meer condities toevoegen. Dus je kan zeggen, hij woont in Friesland wonen en schoenen hebben gekocht. Of schoenen hebben gekocht. Dus het is of en. Maar voor nu wil ik dat alleen dit blok gezien wordt door mensen in Friesland. Dit blok vervolgens, je kan hier zien, hè, dat hier linksboven een aanpassing is, wil ik dat dit blok wordt gezien door mensen die een schoenen hebben gekocht. Hè. Dit contactattribuut hebben we eerder toegevoegd, dus schoenen gekocht, equals to yes. Dus, even samenvatten, dit blok wordt alleen gezien door mensen in Friesland, dit blok wordt alleen gezien door mensen die schoenen hebben gekocht. Dus zo kun je eigenlijk een hele mail maken, gericht en specifiek voor jouw klant, voor jouw doelgroep. Dus mensen die geen schoenen hebben gekocht, zullen deze niet zien. Mensen die niet in Friesland wonen, zullen deze niet zien. Dus hiermee kun je hele specifiek gerichte aanbiedingen doen. Stel, je hebt een restaurantketen, je hebt een vestiging in Leeuwarden of een vestiging in Groningen. En Leeuwarden die heeft een verbouwing ondergaan. Dan kun je in de nieuwsbrief dus een stukje toevoegen over die verbouwing in Leeuwarden. Maar mensen in Groningen die willen dat misschien wel niet eens weten. Of je wil niet dat mensen dat zien. Kun je dus zeggen van oké, dat blokje of dat specifieke onderdeel van de nieuwsbrief of campagne.
wil ik alleen dat mensen in Friesland dat zien. Vervolgens gaan we door naar de footer. En zoals je hier links ziet, je hebt een paar elementen die je nog kan toevoegen. Je hebt ook een element van links een foto, rechts tekst. Ook deze kun je weer veranderen naar de rechterkant. Nou, noem het allemaal op. Hè. Dat kan je allemaal, allemaal zelf stijlen. Ik denk dat dat voor de meesten wel, wel simpel is om te doen. Ook dit is eigenlijk gewoon een beetje ermee spelen. Stoeien, hoe werkt het, hoe moet het en dan doe je het. Vervolgens zie je hier de footer staan. Nou, in die footer kun je dus zien dat, dat hier je contactgegevens staan. Dus dat zou ik ook altijd neerzetten. Nou, we heten X-Hosting. Ons adres is Zuidland 106. Onze postcode is 8911PN in Leeuwarden. E-mailadres is bijvoorbeeld bij ons support@xhosting.nl. En dat linkje voeg ik toe. Het is een e-mail linkje. Het e-mailadres is dit. Okay. Dus als mensen nu klikken, dan gaan ze naar, daar wordt een mailprogramma geopend en dan gaan ze direct mailen. En de socials, LinkedIn wil ik inderdaad zien, die niet. Ik wil eigenlijk alleen deze drie laten zien. En daar kan je dus al de links toevoegen van de social media kanalen. Zodat mensen ook weer op je social media kunnen klikken. Je kan ook bijvoorbeeld nog verschillende thema's eraan hangen. Dus stel je wilt gewoon een rondje of een vierkantje eromheen. Deze zijn compleet wit. Die zien we niet zo goed. En thema 5 is helemaal zwart. Ik wil ze eigenlijk deze hebben. En dan wil ik eigenlijk mijn teksten wil ik gaan veranderen naar wit. En dan ga ik de achtergrond ga ik veranderen weer naar de kleur die we bovenin gebruiken. Vind ik zelf qua design wel mooi. En dan kun je dus zien dat je dit zo toevoegt. Dit stukje mag voor mij ertussenuit. Nou, dit is dan mijn footer. Er staat ook bij, this email was sent to contact e-mailadres. Hier wordt het dus het e-mailadres van de contact toegevoegd. En er staat bij, you received this email because you are registered with rubentest.nl. Je kan hier van alles nog bij zetten. Dat mag je zelf weten. Unsubscribe hier is natuurlijk heel belangrijk. Dat is de unsubscribe link. Nou, in Nederlands is het natuurlijk gewoon afmelden. Die moet er verplicht staan. Denk daarom. Nou, als je dan de mail af hebt. Mijn was natuurlijk helemaal nog niet af. Maar goed, ik denk zelf verder ook invullen hoe dit verder werkt. Is natuurlijk deze pre-header is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus de pre-header is eigenlijk een korte samenvatting van jouw e-mail. Nou, ik laat even één e-mail zien, zodat ik even kan uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. Heb ik in een vorige webinar heb ik dat ook behandeld. Ik pak even één mailtje erbij. Ik heb hier één, Albert Heijn, heel simpel. Albert Heijn persoonlijke aanbiedingen. De afzender is dus Albert Heijn, is herkenbaar. 5 zo'n aanbiedingen voor jou, Ruben. En de mail staat, er staan ook 6 verse, frisse en lekkere recepten voor je klaar. Dat is de pre-header. Dit stukje ook, tot en met klaar. Dat is de pre-header. Wat ik dan wel minder vind van Albert Heijn, is dat hier staat, bekijk de online versie. Nou, dat wil je niet in je pre-header hebben staan, want ja, daar heb je helemaal niks aan. Dus een pre-header kan bijvoorbeeld zijn, het is tijd om je tuin op te knappen. Geniet van deze zonnige aanbiedingen. Ik bedenk nu wat, komt zo in me op. Dus mensen die nu een mailtje krijgen, die zien als afzender X-Hosting. Dus onderwerp, geniet van het mooi weer met deze kortingen. En eronder staat de tijd en tuin knappen, geniet van deze zonnige aanbiedingen. Dat is dus wat de mensen krijgen te zien. Wat je volgens kan doen is een test-e-mail sturen. Hier kan je dan een e-mailadres toevoegen. En dit e-mailadres wordt dan een test-e-mail toegestuurd. Dan kan je zien of je goed werkt. Dat is ook wel belangrijk, wat ik ben vergeten, heel slecht voor mij. Een afbeelding moet je ook altijd een linkje onderzetten. Wat wij heel veel zien in onze statistieken van onze nieuwsbrieven, is dat wij echt zien dat mensen heel veel ook op afbeeldingen klikken. Zorg altijd voor dat er ook een linkje achter je afbeelding zit. Nou, nu je het klaar hebt, ga je naar Save and Quit. Nou, zie je hier nog een keer het design. Hier staat dus, dit is dan een code, die kan je negeren, zien de klanten niet, maar dit geeft aan, dus alleen als mensen schoenen gekocht ja hebben, zien ze dit blok.
je kan hem ook in het mobiel bekijken. Hoe komt hij op mobiel eruit te zien? Nou, kun je zien dat hij automatisch dus dit meeschaalt. Hè? Dus de navigatieknop komt onder elkaar in plaats van naast elkaar. En je ziet ook direct dat deze afbeelding niet naast kan staan, maar onder elkaar. Dus je kan eigenlijk heel snel zien hoe je mail eruit komt zien, ook op mobiel. Dat is natuurlijk heel belangrijk tegenwoordig. Hè? Meer dan 54% van de mensen leest zijn mail op de telefoon. Dus het is belangrijk dat je deze zeker ook goed nacheckt of het er goed uitziet. Volgens de cel, je hebt het onderwerp bepaald, je hebt de prior goed ingesteld, je hebt alles goed ingesteld, design klopt, die werkt allemaal, ga je naar de volgende stap. En dit is wat we dus net zeiden. Dit zijn de contacten, die contactlijsten die wij hebben, hè, alle folders. En dit zijn alle contactlijsten die wij hebben. Nou, ik wil ze eigenlijk wel naar allemaal sturen. Dus ik voeg deze twee toe. Wat je ook nog kan doen, is dat je een filter bepaalt. We hebben ook nog filters gemaakt, een paar. Mijn koffiemachine die gepruttelt. We hebben een paar filters gemaakt aan het begin van deze webinar bij onze contacten. Nou, zoals je ziet, die moet hier staan. Je kan sowieso filters in load, saved, search, filter. Nou, we hebben twee filters gemaakt, Leeuwarden en Friesland. Dus je kan nu zien dat ik wil alle lijsten heb ik gepakt, maar ik wil specifiek naar mensen sturen die in Friesland wonen. Dus je kan ook nog, naast dat je alle contacten hebt toegevoegd, kun je ook nog filteren op de contactattributen. En dan kan je nog filters inladen die je al eerder hebt gemaakt bij de contacten. Nou, ik wil ze nu gewoon allemaal sturen, want ik heb ook al een soort van segmentatie in het design gemaakt. Hè? Alleen de mensen in Friesland zien bepaalde blokken en in mensen die schoenen hebben gekocht zien bepaalde blokken. En vervolgens klik ik op Update Received Account. Kun je zien hoeveel die wordt verstuurd. Nou, 15 mensen op dit moment, dat klopt wel. Vervolgens doe ik naar Next. Nou, daar zie je dus een samenvatting eigenlijk. Hè? Dus dit is het onderwerp, dit is het van e-mailadres, dit is het design. Kan je ook hier nog weer een keer bekijken als je dat wil. En hij gaat naar deze lijsten. Vervolgens kun je op schedule klikken. Je kan zeggen, hey, ik stuur het nu. Maar je kan ook zeggen, van, verstuur het morgen maar om 11 uur, 12 uur, 4 uur, mag je zelf weten. Wat ook een hele leuke feature is, een unieke feature van deze tool, is dat je kan versturen at best time. En dat wil zeggen, dat kan je niet meteen doen, alleen nadat jij ongeveer 3, 4, 5 mailtjes naar jouw contact hebt gestuurd, gaat onze tool bijhouden wanneer mensen de mail openen. Dus stel, Sander die opent elke avond om 7 uur zijn mail, Jesse die opent zijn mail elke dag om 12 uur, smiddags. Als je dat een paar keer heeft gedaan, dan kan onze tool weten van oké, dit is de tijd wanneer hij gemiddeld zijn mail opent. Dan kun je zeggen, send at best time. Dan wordt hij in de tijd vanaf 11 uur tot morgenochtend 11 uur, de mail wordt verstuurd op een periode dat voor de contact het beste uitkomt. Dus zoals ik al eerder zei, Jesse opent elke dag om 12 uur zijn mail. Zal Jesse vandaag om 12 uur de mail krijgen. En Sander krijgt het vanavond om 7 uur. Want Sander die opent zijn mail elke avond om 7 uur. Dus daarmee zien we, dat doen we nu ook Big Cell. Doen we de laatste tijd. En we zien gewoon, dat deden altijd mee. Doen we vandaag om 10 uur, morgen om 12 uur. Nou, we zien nu gewoon dat op het moment dat we het op best time klikken. Dan zien we gewoon dat het... Dat het meeste conversie, dat we de meeste openingen krijgen en dat we de meeste conversie daarin behalen. Dat zijn de 3 manieren van verzenden. Je klikt continue en je bent klaar met je eerste campagne. Nadat je je campagne verstuurt, hebben we nog een aantal statistieken. Die zal ik eventjes erbij pakken op mijn andere scherm. Ik heb natuurlijk nog geen mail mee verstuurd, maar die laat ik van XXL laat ik die even zien. Als er nu wel eens vragen zijn, dan mag je die ook stellen in de Q&A. Dan kan ik die zo meteen ook even oppakken. Ik pak inmiddels even de statistiek van XXL erbij.
Ik zie nog geen vragen voorbij komen. Een vraag van Etze, die vraagt of ik nog een aparte webinar gegeven over de automation. Ja, Etze die zal over 2 weken gaan plaatsvinden. Dit is webinar 1 ging over algemeen, 2 gaat over contacten en campagnes. En de 3e zal gaan over de automation en de transactional. Dus wat meer geavanceerd. En daarom doe ik die niet in deze webinar, omdat dat voor de meeste die automations is wel wat lastiger. Alhoewel deze tool wel heel simpel maakt, maar alsnog heb je er wel wat basiskennis voor nodig. Dus dat is de reden waarom ik eigenlijk die later even oppak. Maar dan krijg je automatisch een mailtje over. Nou, dit is de tool van XXL. Je ziet dus dat we de nieuwsbrief MyPak als voorbeeld. Kun je zien dat die naar 3.300 mensen gegaan. 1363 mensen hebben deze geopend. Dat is 42%. Nou, dus dat is natuurlijk een heel mooi percentage. 76 mensen hebben geklikt op een link. En 20 hebben zich afgemeld. Nou, als ik dan even op report kijk. Krijg je uitgebreid statistiek over deze mail. Als je mee werkt tenminste. Ja, daar is hij. Dit is wat meer statistiek kun je dus bekijken. Er zijn allemaal dingen in. Ik weet niet eens alles wat alles betekent. Maar je kan dus zien dat 97% van de mail is gedeliverd. 63 zijn soft gebounced. 4 zijn hard gebounced. 4 betekent dat er 4 e-mailadressen niet correct zijn binnen onze lijsten. Nou, we kunnen nog een hele tijdlijn bekijken, maar voor nu is het natuurlijk heel simpel. Hè? Dus ik heb hem 28 april gemaakt en hij is 1 mei is hij verstuurd. En hier kun je alle opens en kliks zien. En wat hier wel heel leuk is, kun je dus zien waar mensen op onze mails klikken. Nou, natuurlijk 1800 natuurlijk in Nederland is logisch. En wat voornamelijk leuk is, vind ik zelf, waar de meeste ervan uit geklikt worden. Maar ook leuk om te weten. Maar de kliklinks vind ik zelf het leukst om te kijken. Nou, dit is onze nieuwsbrief geweest. En zoals je ziet heeft niemand op deze afbeelding geklikt. 48 hebben op deze geklikt. 16 hebben op deze geklikt. 7 hebben op deze foto geklikt. Dus ik kan eigenlijk zien waarin mensen waar de mensen het meeste op klikken. Nou, de beste link is de webinarregistratie. Dat was voor de eerste webinar. Daar hebben de meeste mensen op geklikt. En zo heb je eigenlijk uitgebreid statistieken van wat jouw mail heeft gedaan. Dat is eigenlijk wel een beetje voor de webinar. Zijn er nog vragen? Als je verder nog iets willen zien, geef het aan, want dan kan ik het natuurlijk nog behandelen. Dan vraagt Rianne, die vraagt aan mij, waarom zoveel in Afrika. Nou, ik ga even kijken. Opens. Even kijken. Ja, dit is een... kijk. Dat is wel een leuk voorbeeld hoor. Maar je ziet dat onder... hieronder, dus ik moet het verder uitzoomen. Onder Afrika, ik heb net geklikt, deze. Die 674... Dat lijkt dat er heel veel in Afrika zijn. Dat is niet zo. Dit is precies het midden van de map. Dus van deze mensen hebben hun mailprogramma zo ingesteld dat wij de locatie niet mogen achterhalen. Dus die deze 674 lijkt heel veel in Afrika. Maar dat zijn gewoon puur mensen waarvan wij de locatie niet weten. Dus dan zet die in het midden van de map neer. Dat is eigenlijk waarom die daar zo veel staan. Is dat location undetectable 679. Dus dat is de reden waarom er heel veel lijkt in Afrika. Is niet zo. Dat is puur dat we de locatie van die klant niet, van het contact niet weten. Zijn er nog meer vragen?
Nou, als je verder geen vragen, dan sluit ik deze webinar sluit ik af. Ja, mochten er nog vragen zijn, kan je ook altijd contact opnemen met onze.